Jonathan, jij bent de programmeur van hier, van het Valkhof Festival. Het Valkhof Festival heeft de muziek van de toekomst, wordt het omschreven. En wat wordt daar precies mee bedoeld? Wat we proberen te doen op het Valkhof Festival is bandjes boeken die misschien nu nog niet zo bekend zijn, maar wel de potentie hebben om later uit te groeien tot grote bekende bands. Zoals bijvoorbeeld De Staat, die hier speelde toen ze net begonnen en nu toch een van de grootste Nederlandse rockbands is. En hoe zoeken jullie die bandjes dan uit? Waarop baseer je dat dan, die keuze? We luisteren naar de muziek. Is de muziek goed? Zit er een goed team achter? Dat soort dingen. En voor wie is het Valkhof Festival eigenlijk? Voor welk publiek? Want ik zie hier vaak wel wat meer alternatievere mensen lopen. Ook omdat het wat bandjes zijn. Je hebt hier ook andere stages wat weer elektronisch is. Is dat ook een beetje het publiek wat jullie willen aantrekken? Of zeg je van nou, het is eigenlijk wat algemener? In principe is het Valkhof Festival natuurlijk voor iedereen. Iedereen is hartstikke welkom. We hopen inderdaad dat de muziekliefhebbers hier naartoe kan. En wat je al zegt, we hebben een vrij breed programma. Dus we hebben zowel rockbands als een danceprogrammering beneden op de Club Voerweg. Ook hip-hop, R&B. Dus in principe proberen we een brede doelgroep aan te spreken. Geniet je een beetje van deze muziek? Ja, vooral de kinderen vinden het ook leuk. Dus dat vinden wij het ook leuk. Ah, oké. Okay. Hey, dit is de muziek van de toekomst, wordt gezegd. Is het zo? Ja. Ik heb geen idee. Nee. Maar het klinkt heel erg leuk. Dus, Genieten jullie ook zo van deze muziek? Ja, zeker. Heel erg leuk. Jullie zien helemaal niks. Nee, dat klopt, maar we kunnen hem wel voelen. Jullie voelen hem al? Ja, hè? De muziek, hè? Ga je heel hard? Het is heel goed, hè? Ja. Hey, maar dit is de muziek van de toekomst, wordt gezegd. Oh ja, is dat zo? Ja, dat is zo. Nou, heel fijn. Hey, is dit jouw muziekstijl? Ja, best wel. Echt? Ja. Ja? Ja. Heb je al wat dansmoves hierop toegepast? Ja, ja, het is een beetje Latin, dus dat is wel leuk. Ja, kom maar door. Kom maar door. Ja, is goed zo? Ja, ik vind het prachtig. Geniet intens van deze muziek. Dat kunnen we zeggen. Nee, vindt u niks aan? Jawel hoor, ik wiebel lekker mee, maar ik hoef het niet per se te zien. Ah, dus, ja. Hoef het niet te zien? Nee, af en toe kijk ik eens even. Hè. Nee, ik moest even zitten en kijken wat er nog meer was. Ah, oké. Okay. Ja. Hey, wat vindt u nou van het festival? Ik ben net binnen, tot nu toe is het relaxed en fijn en leuk. Dus ja. Wat zie je hier spelen? Er wordt de muziek van de toekomst genoemd. We zullen zien. Ja, heeft u daar een beetje vertrouwen in? Of, Ja, is wel, als het net zoals met voetbaltalenten 1 op 10, als die doorkomt, is het goed toch? Ja, als je het met voetbalwedstrijd zou kunnen vergelijken inderdaad, ja, dan wel ja. En dan zien we wel weer of ze bij Marlijn of bij Roosje tegenkomen volgend jaar. Dus, ja, dan gaat u daar dan heen als deze komen? Ja, als ik het hier leuk vind, ik zie ze dan weer terug, dan ga ik weer. Ja, klopt. Wij staan op het Valkhof Festival bij het ARK en er is hier een of andere Ghanese pop indie band bezig. En we hebben zojuist een setje gevonden en die lijken wel heel erg op ons. Dus naast wie sta ik? Miguel. Ja? Wat doen jullie hier? Wij zijn hier aan het filmen voor Bring the Noise. Wat is Bring the Noise nou? Nieuw programma, gaan we allerlei festivals bezoeken, allerlei activiteiten uit de regio en ook buiten de regio. Dus dat komt 7 september op televisie. En dan zijn we nu de opnames op het Valkhof aan het maken. Oké, het komt op televisie, maar welke zender komt het dan eigenlijk? Ja, RN7, doe maar. Ik heb dus mijn collega gevonden. Maar waarom hebben jullie nou vanavond gekozen voor het Valkhof Festival? Nou, Valkhof Festival is eigenlijk een beetje misschien wel het meest extreme gedeelte van de Nijmeegse Vierdaagse, tenminste als je het mij vraagt. En dit is natuurlijk iets nieuws en ze hebben poort, wist je dat al? Nee. Goed voorbereid hier. Poort kun je lekker in een hangout gaan chillen als je geen zin meer hebt in deze inheemse muziek. Oké, vind je niet leuke muziek dan? Nee, ik vind echt helemaal niks aan. Ik heb niks te doen, maar ik vind het niet leuk, nee. Ik vind het wel genieten. Ik kan me er wel in vinden eigenlijk. Jij hebt het net niet gezien, maar wij stonden hier helemaal los te gaan. Waar gaan jullie vanavond verder nog heen? Dit. En dat, we blijven hier. Dit was het. Dat was het, ja. Dan wens ik je heel veel succes met deze muziek. Ja, de rest van de avond. Wij